zelf zich aan. Got Talent met 5 scholen. En Sulami en Minanga op naar de bergen. Hallo, en hier ben ik dan weer met jullie eigen journaal. 10 minuten lang. Voorlopig niet meer vroeg opstaan. Geen uniform aan en geen huiswerk maken. Hehe, eindelijk vakantie. Voor de lagere school was vandaag de allerlaatste schooldag. Spannend. Ben je over of moet je de klas overdoen? Sommigen hebben dit schooljaar supergoed gedaan en gaan met hele mooie cijfers over. Ik ben overgegaan. Ik ga naar de 5e klas. En ik ben geslaagd met 15 op mijn rapport. Ik heb mijn best goed gedaan. Thuis studeer ik. Op school, wanneer we een vrij uurtje hebben, studeer ik ook. Zodat ik 10 kan krijgen om over te gaan. Ik ben over en mijn cijfers zijn prachtig. Ik heb 7 negens, 8 3 7 en 1 6. Dit is Janice. Zij heeft het afgelopen schooljaar zich flink ingezet. En daarom is zij ook als beste leerling van haar klas over. Vijfde klas was ook, het was altijd, alle klassen zijn eigenlijk een klein beetje zwaar. Maar als je leert, dan kan je wel altijd beste van de klas worden. Als je leert, ga je altijd over. Tienen hoef je niet altijd te hebben. 9 en 8 zijn ook goed. Dus ja, het was wel een leuke klas voor mij om te zien. Ik heb 4 tienen. Ik ben beste van de klas en ik heb cadeautjes gehad. De leerlingen zijn heel trots op zichzelf en kunnen niet wachten om te beginnen aan hun welverdiende vakantie. Ik ga naar het buitenland. Ik blijf hier een klein beetje, uitgaan. Ik ben de vakantie gaan buiten de stad en kijk genieten. En dat zou de fijne vakantie zijn voor me. Vakantie ga ik mijn feestje vieren. Ik ga naar kamp met mijn familie en dan kom ik weer naar school. In de vakantie ga ik zwemmen, ik ga mijn verjaardag vieren en ik ga nog heel veel leuke dingen doen. Als je het heel jaar door je best hebt gedaan en over bent, mag je nu inderdaad gaan genieten van je vakantie. Alle leerlingen die over zijn, gefeliciteerd. De kinderen die de klas over moeten doen, jammer, maar kop op, volgend jaar beter. Ga nu lekker genieten van de vakantie, want voor je het weet is het voorbij. Het is weer tijd voor Got Talent. Gaat snel hè? De show is nu al aan de gang. 5 scholen doen dit jaar mee. SPI, VWO4, AMS, het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs en SGS uit Kommerwijnen nemen het in deze vakantie tegen elkaar op. Het Jeugdjournaal nam vanmorgen een kijkje bij de oefening van het Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI. Hallo, welkom Jeugdjournaal, hier is ons huis. Deze leerlingen offeren hun vakantie op om mee te doen aan Got Talent. Deze groep heeft ervoor gekozen om op school te slapen. Daar is het bed van onze docent, dus daar slaapt hij. Dus een hoekje is daar. We slapen op school, reden waarom. Afstanden waren te ver naar de school toe, dus vandaar dat we op school slapen en we kunnen elkaar beter leren kennen. Ik blijf op Saramaka en het is een afstand om elke dag op en neer te rijden, dus daarom vind ik het fijn om op school te slapen. Ik doe mee aan Got Talent omdat ik weet dat ik talent heb, zangtalent vooral. Ik ben goed in acteren en ik vind het ook fijn om op school te slapen. Ik doe mee aan Got Talent omdat ik weet dat ik zangtalent heb. Mijn talent is zingen en ik vind het heel fijn om met die anderen samen te slapen. Zo leren we elkaar beter kennen. Het is niet altijd makkelijk. Soms hebben we wel gevechtjes. Maar we lossen het wel zelf op en hebben we een pakkend stuk. De leerlingen zijn druk bezig met de voorbereidingen. Vanavond doen ze een toneelopvoering en zang. Het toneelstukje willen ze echt laten tot vanavond. Maar we mogen wel horen hoe ze klinken.
on me. When you're not strong, and I'll be your friend, I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. I just call on me, brother, when you need a hand. Het publiek kan vanavond van ons verwachten dat wij ons best zullen doen en dat wij toch proberen om toch in die 6 shows te blijven. We roepen de hele totale gemeenschap om SPI aan te komen vieren, toch guys? Ja, yes. Zeker weten. Ik ben de nieuwe leerkracht. Nee, ik ben de nieuwe leerkracht. Nee, helemaal niet. Wij zijn de nieuwe leerkrachten. Go TNT! De officiële start van Got Talent is dus al geweest vanavond. In totaal staan er 6 shows gepland. En op 22 september is dan de grote finale. Vorige week hebben jullie gezien hoe Sulami het typisch Boliviaanse aptapi heeft gegeten. Vandaag gaan we verder met de avonturen die zij en Minanga beleven in Bolivia. Deze keer gaan ze samen naar de bergen. Het is wel een beetje koud, maar het lukt wel. Bolivia is echt bergachtig en je wordt niet alleen vervoerd met de auto of brombeet, je kan ook met de teleferico. Dat is echt een soort kabelbaan. Je zit dan in een busje en je wordt vervoerd waar je wil gaan. En wij willen ook weten hoe het aanvoelt om in een teleferico te zitten. Daarom hou ook mee. Que alargue mis brazos y ensanche mi voz para estar con todos y en toda nación y encuentre el camino y sea mi teleférico, mijn kabelbaanauto. Zo wordt het genoemd en bestaat al een jaar. Bolivia bestaat uit heel veel bergen en het is soms moeilijk en gevaarlijk om je van de ene stad naar de andere stad te verplaatsen. Daarom is deze kabelbaan gebouwd. Het verbindt de stad La Paz en El Alto met elkaar. Mi teleférico is de langste en hoogste kabelbaan in de wereld. Mina, wat doe je? Ik wil een foto maken. Want dit zie je niet zo. Je ziet het niet vaak. Je ziet het echt niet vaak, niet elke dag. Ja, ik zie het voor het eerst. Ik zie het wel doen. En omdat er ook andere gebieden zijn tussen La Paz en El Alto, zijn er tussenstops waar de passagiers kunnen uitstappen. Als je helemaal naar El Alto wil, moet je van het groene overstappen naar het gele busje. Dagelijks maken ongeveer 18.000 passagiers gebruik van deze kabelbaan. De reis heeft 45 minuten geduurd, dus we hebben 45 minuten gezeten. En dat is een fantastisch ding, om gewoon te kijken alle geweldige huizen. En je ziet alles van boven naar beneden, het is gewoon geweldig. Hier is extra koud, niet als voorheen. En hier is einde, El Alto. En ga even kijken wat voor mooie dingen of geweldige dingen we hier kunnen zien. En het duurde maar 5 minuten, want voor Minanga was het extra koud. Hoe hoger op de bergen, hoe kouder. Dus keerden ze heel snel terug naar La Paz. Dit is echt koud. We kunnen niet lang blijven, maar 5 minuten. We gaan weg. We hebben wel voor koren gekocht, zodat we het tijd terug kunnen krijgen. Deze dames hebben nog meer meegemaakt. Volgende week mogen jullie kijken naar het volgende avontuur van Sulami en Minanga in Bolivia. Dat was het voor vanavond. Tot morgen bij een nieuwe uitzending. Geniet van je vakantie en wees voorzichtig. Tamboen. Ciao.